Ik ga toch niet lekker in de vlog zetten. Dat was niet... Dit was oprecht. Ik vind het echt heel lekker. Hoi, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag staat er een toetje op het menu. En een heel makkelijk toetje. Je hebt er maar een paar ingrediënten voor nodig, waarvan je de meeste waarschijnlijk al in huis hebt. En wat appels. Oh ja, had ik al gezegd dat het apple crumble is. Apple crumble, apple crumble, apple crumble, apple crumble. Wat heb je nodig? Nou, de appels en een deeg. Dus je hebt appels nodig en donkere bastardsuiker en kaneel. En voor deeg heb je bloem, boter en ja, ik gebruik rietsuiker. Maar als je dat niet hebt, werkt bastardsuiker ook. Een beetje havermout en een klein beetje zout. En ijs. Dat is het. Even je oven voor verwarmen. 200 graden, zoiets. Appels! En appels snijden. Of laten snijden. Ga je hier een mooi shot van maken? Ja. Met een leuk muziekje eronder, hè? Je bent een spaarpakkersmoeikant. Nou, het maken van deeg is heel makkelijk. Het is wel belangrijk dat je koude boter gebruikt, want je wil crumble. Dus niet dat het smelt terwijl je het aan het mixen bent. Je kan het gewoon met je handen doen. En de verhoudingen zijn heel simpel, namelijk evenveel van de bloem, de suiker en de boter. En dan een derde havermout toevoegen. En natuurlijk een snufje zout. Alles kan gewoon bij elkaar in de pot gegooid worden. De boter zou ik van tevoren even in kleine blokjes snijden, dan gaat het toch iets makkelijker. En dan gewoon mixen. Nou, je kneedt net zo lang totdat het een kruimig deeg is. Ja, een beetje een grove structuur. Je kan de boter fijn knijpen tussen je vingers om die kruimels te krijgen. En het maakt niet uit als er nog wat grotere stukjes boter door zitten. Dat komt zo meteen allemaal wel goed. Nou, dat is het deeg. Nog even de appels voorbereiden en dan kan het al de oven in. Als je het deeg eerder klaar hebt voordat de appels klaar zijn, bewaar het dan vooral in de koelkast. Want de boter moet niet zacht worden. De boter die moet niet zacht worden. Die wil je het liefst in klontjes houden. Proef altijd eventjes je appels. Als je een wat zoetere appel hebt, doe je een schepje minder suiker. En als die wat zuurder is, doe je een schepje meer suiker. Net naar wat je lekker vindt. Ja, je kan de suiker ook helemaal weglaten, als je het wat gezonder wil houden. Maar het mooie aan de suiker, en zeker donkere bastardsuiker, is dat het dan zo'n lekker karamellige saus maakt als het zo meteen de oven in gaat. Nou, dit is het. En dit gaat nu een half uurtje de oven in. Lekker! Nou, bedankt voor het kijken. Maak dit zeker ook. Kijk op U2Day, op de website van U2Day voor het uitgeschreven recept. Kijk op de kanalen van U2Day voor andere recepten. En mocht je mij willen volgen op mijn eigen Instagram, kan dat ook. Ja, like en subscribe allemaal. Dat was het. Einde. Doei!